Juist. Aha, harte vrouw. Gaat op schoppen, heren. Berichtje van de bank. Oké, even. Beste rekeninghouder, uit onze administratie blijkt dat u een achterstallige betaling wegens het niet voldane rekeninglast heeft van €233,62. U dient dit openstaande bedrag direct te betalen om een boete te voorkomen. U kunt betalen door in te loggen via deze link. Astrid, opa, kan ik zondag bij je langskomen? Natuurlijk kan je langskomen. Hoe laat kom je? 12 uur, ja, goed. Duimpje. Gezellig. U kunt ook contact met ons opnemen via... Indien u niet betaalt binnen 2 werkdagen, zullen wij genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen. Zo, die hebben haast, zeg. Incassobureau. Goed, kijken, hoe heet die link? Oké. Toch gek. Ik ga ze even bellen. Ja. En dan niet dit nummer, maar wacht even, even opzoeken. Nummer googelen. Oké. Goedemiddag, met uw bank. Ja, goedemiddag mevrouw, u spreekt met Verhulst. Ja, goeiedag. Waarmee kan ik u helpen? Ja, nou, ik ontving een mail van u waarin u mij vraagt om via een link een geldbedrag over te maken naar uw bank. Meneer, ik ga u meteen even onderbreken. U heeft toch niet op de link geklikt? Want banken sturen nooit dit soort mailtjes. Dus u heeft niets gestuurd? Nee, dit zijn oplichters. Ja, haha. Ouderen worden dikwijls het slachtoffer van phishing. Criminelen sturen een mail of een sms waarin ze zich voordoen als een bank of organisatie. En vragen om u snel geld over te maken. Of ze vragen u om in te loggen via een link met uw persoonsgegevens. En vervolgens halen ze uw hele rekening leeg. Klik daarom nooit op een mail die u niet vertrouwt. Twijfelt u? Bel dan de organisatie waar het om gaat, zoals uw bank. Eerst checken, dan klikken. Kijk voor meer tips op maakhetzenietemakkelijk.nl. Maak het ze niet te makkelijk.